Hoe reken je nu een hoek uit in een driehoek als je al twee andere hoeken hebt? Daar moet je iets voor weten. Je moet hier namelijk voor weten dat alle drie de hoeken in welke driehoek dan ook bij elkaar 180 graden zijn. En dat noem je hoekensom driehoek. Som betekent eigenlijk plus en hoeken, dat zijn alle hoeken. Dus je gebruikt eigenlijk dat alle hoeken bij elkaar opgeteld 180 graden zijn. Is altijd zo. Altijd. Nou, je gaat het vooral ook straks krijgen met driehoeken in driehoeken, in dit soort tekeningen. Maar ja, dan moet je wel de basis weten. En dat is dit. Dus dat ga ik aan jullie uitleggen. Nou, we beginnen nu met te kijken naar wat je ziet. Altijd eerst gaan kijken wat zien we in het plaatje. Nou, in dit geval is het eigenlijk gewoon heel simpel. Je hebt gewoon een driehoek. Ik heb er twee hoeken van. Ja, die derde hoek, die kan ik dan dus uitrekenen. Omdat ik er al twee heb. En bij onze drietjes zijn ze 180 graden. Dus ik zal het ook even uitleggen. Deze is de oranje hoek. Deze is de groene hoek. En dit is de blauwe hoek. En de blauwe hoek. En de groene hoek. En de oranje hoek. Die zijn samen bij elkaar opgeteld 180 graden. 180 graden. Want dat is ieder hoek in de driehoek. Nou, die blauwe, die weet ik niet. Die groene is 104. En die oranje is 59 graden. En dan kun je zo uitrekenen wat die blauwe moet zijn. Kan op twee manieren. De eerste manier is eerst 104. Dus eerst die twee bij elkaar optellen. 104 plus 59 graden bij elkaar optellen. En dan verder rekenen. De tweede manier is gewoon in één keer. Dat heeft mijn voorkeur. Ik ga het laten zien. Hoe schrijf je dat nu op? Nou, je schrijft eerst de hoek op die je gaat uitrekenen. Dat is hoek P is gelijk aan. Nou, wat je nu eigenlijk doet, je haalt deze van de 180 af. Deze groene haal je er vanaf. Die oranje haal je er vanaf. En dan hou je de blauwe over. Dus je doet 180 graden min 104 graden min 59 graden. En dan kom je dus uit op 17 graden. En wat zet je nu hierachter? Daarachter moet je zetten, en ik schrijf het even hieronder omdat ik daar meer plek heb, hoeken. Som driehoek. Stel je nu voor, je zegt nee, ik vind het fijner om ze eerst bij elkaar op te tellen. Dat mag, maar dan moet je even goed opletten dat ik voor de uitleg gedaan heb. Dat mag zeker, maar dan moet je echt even goed opletten hoe je dat opschrijft. Ik zal het eventjes laten zien. Dit gum ik allemaal eventjes uit. Zo. Want wat gaat er nu vaak mis? Wat gaat er nu vaak mis? Nou, die hoeksom driehoek blijft natuurlijk. Dat is. Tellen mensen dit in gedachten bij elkaar op. He, dus dan doen ze dit in gedachten of met een rekenmachine. Dus dit wordt dan 13, dus dat wordt dan 163. En wat doen ze nu? Dan laten ze dit niet zien zo, dat ze dit gedaan hebben. Maar dan zeggen ze meteen, min 163 graden is 17 graden. En dan staat daarachter keurig ook nog hoekensom driehoek. En toch halen wij er dan punten af. Waarom? Wij willen zien hoe je aan die 163 komt. Dus als je het zo opschrijft, dat mag. Maar dan moet je ook opschrijven. 104 graden plus 59 graden is. Oh, waar ben ik nou gebleven? 163 graden. Dat moet er dan bij. Dat was hem al. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje.